Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je de nieuwe najaarsproducten zien van Catrice. Catrice brengt twee keer in het jaar een assortimentsupdate uit. Namelijk in februari met voorjaarsproducten en in augustus met najaarsproducten. Echter, dit keer kwamen de producten in oktober. Ikzelf heb het vermoeden dat dit alles te maken heeft met corona, dat de producten daarom twee maandjes later kwamen. Maar ik durf dit niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar inmiddels liggen de nieuwe najaarsproducten in schappen. Ik laat je producten zien uit het kleine schap. Sommige filialen van de Kruidvat of de Trekpleister hebben een heel groot schap, waardoor je meer producten hebt. Ik zal ook eventjes een link van mijn blog onderin neerzetten, waarin de complete assortimentsupdate staat, die dus verkrijgbaar is met producten. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, kun je eventjes naar die link kijken. Ik ga in deze video de producten alleen laten zien. Ik ga ze niet swatchen. Mocht je nou denken naar aanleiding van deze video, goh, ik zou het toch wel leuk vinden om wat meer over sommige producten te weten, kan ik er altijd later nog een aparte video over opnemen. Maar ik heb er nu voor gekozen om de producten alleen te laten zien. Mocht je benieuwd zijn welke producten er op dit moment dus nieuw zijn in het schap van Catrice, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin gewoon gelijk met een nieuwe foundation en dat is deze. Dit is de True Skin Hydrating Foundation met Hyaluronic ACID en Longwear. Er zit 30 ml in een flesje. Ik heb de kleur 04 Neutraal Porselein. Dit is de lichtste kleur volgens mij die er is. Even kijken of er nog wat verder op staat. Een hydraterende foundation met Hyaluronic. En watermeloen zit erin. Wauw, dat lijkt me best lekker. Seedolie laat een perfecte skin tone achter en geeft een neutrale matte finish. Het is een medium tot een hoge dekking. En voelt comfortabel aan op de huid. En hij is dermatologisch getest. Deze foundation is compleet vegan. Ik vind het flesje heel mooi. Het is wel een glazen flesje, maar ik vind bijvoorbeeld echt de rosé gouden dop heel tof. Wat ik ook heel leuk vond om te zien was dat er heel veel kleuren van zijn. Dus ook voor elke huidskleur zit er wel één bij. Ook voor de wat donkerdere huidskleur zit er eentje bij. En ik heb het idee dat dit wel een van de eerste keren is dat Catrice dit heeft gedaan. Want over het algemeen zijn de kleuren toch wel tot medium. En als je dan al in de iets wat donkerdere huidskleur valt, is dat vaak wat lastiger. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd naar deze foundation. Dus die ziet er echt heel erg goed uit op het eerste gezicht. Dan gaan we door naar een nieuwe poeder. Dit is de Poreless Perfection Powder. Universeel Shade Silicone Free. En deze ziet er zo uit. Dit is de kleur 01 Universeel Shade. Hij is dus ook in één kleur verkrijgbaar. Hij is dus siliconenvrij en het is een ultra fijne poeder. En hij zou je poriën en je fijne lijntjes minimaliseren. Hij heeft een perfecte matte finish en hij zet je make-up. Hij is dus voor elke huidstype. Ik zal even openen. Hij ziet er zo uit. Volgens mij zit hier... Er zit een spiegeltje in. En het is dus zo'n poeder. Als je hem zo ziet, zou je niet denken dat hij voor elk huidstype kan. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik ben echt dol ook op poeders van Catrice. Ik vind ook bijvoorbeeld die transparante poeders gewoon heel fijn. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze poeder ook. Dus echt heel leuk. Dan heb ik twee nieuwe highlighters. En dit zijn de Morning Glow highlighters. Die zien er zo uit. Ik vind de verpakking echt al fantastisch. Ik heb allereerst de kleur 010 Ultimate Platinum Glaze. Het is een zachte highlighter met een licht reflecterend pigment. En hij zou perfect in de huid smelten. En hij geeft een intense metallic glow. Nou, dat ziet er al heel bijzonder en goed uit als ik dit zo lees. Zo ziet de achterkant eruit trouwens.
Maar ik vind het doosje al super leuk. Het is een wat kleinere poeder. Er zit 5,9 gram in. Dus het is ook niet een heel groot doosje. Maar is op zich helemaal niet erg. Ik ga even kijken of ik hem open krijg hoor. Hoe leuk ziet dit eruit? Kijk, hier zitten bloemetjes in de binnenkant. Dat vind ik al heel erg tof. Ook gewoon het doosje, want er zit ook een bloemetje op. Dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar deze highlighter. En ik heb hem dus ook nog in een ander kleurtje. En dat is de 030 Beyond Golden Glow. Dat is dus deze. En deze heeft dus een beetje een gouden toon. En de binnenkant is eigenlijk precies hetzelfde. Ook die bloemetjes, maar je ziet dat die een gouden ondertoon heeft. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar deze twee highlighters. Ze zien er in ieder geval prachtig uit. Dan heb ik ook nog een concealer. Maar ik twijfel of dat deze nieuw is. Dit is namelijk de Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Maar dit is een groene. Dit is de... staat er ook een kleurtje op? Nee, eigenlijk niet. Ik had deze namelijk nog nooit gezien. Dit is de Catrice Light Cam... Nee, camouflage natuurlijk. Dit is de anti-redness variant. En ik vind de Liquid Camouflage Concealer van Catrice echt super fijn. Want ik heb hem al vaker geprobeerd. Maar deze heeft dus een groene ondertoon. En ik ben wel heel benieuwd of dat deze ook heel goed gaat werken. Maar hij ziet er in ieder geval heel erg top uit. En ik had deze dus nooit eerder gezien. Dus heel benieuwd naar ook. Dit is trouwens de 200 anti-red. Ja, dat hadden we al wel verwacht. Hij is groen. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Oh ja, ik heb twee eyeliners. En dit zijn de 24 Hour Brush Liners. En er zit kokosnootwater in. Ik heb namelijk de Long Lasting variant en de waterproof. Ze zien er zo uit. Er zitten geen microplastic hieltjes in, no bags en paradens. Het is een precisie eyeliner met een dun borsteltje. En dat is ook het enige wat erop staat. Nauwkeurige eyeliner met een dun penseel. Ja, nou, daar moeten we het mee doen. Dit is Ultra Black. Ik ben wel heel erg benieuwd naar dat borsteltje. Laten we die gewoon even bekijken. Ik vind die huls trouwens heel mooi, want hij is heel erg mat. En dan die gouden tekst. Ik hou ervan. Laten we even gaan kijken. Ik ga gelijk ruiken, want ik ben dan ook benieuwd of dat ik dat... Kokosnootwater ruik ik niet. Maar dit is het penseeltje. Je ziet er inderdaad super dun uit. Dus dat is echt wel super tof. Ik hou er wel van. Daar kun je als het goed is heel nauwkeurig mee werken. Er zit niet zo heel veel in, heb ik het idee, qua milliliters. Er zit namelijk maar 3 milliliter in. Hij voelt heel licht aan. Maar dat is dus de Long Lasting variant. En ik heb dus ook de waterproof variant. En ja, ik ga ervan uit dat hij hetzelfde borsteltje heeft, maar die is dus blauw. We kunnen eventjes kijken, maar het is verder gewoon precies dezelfde. En ja, dan kun je dus kiezen voor waterproof of gewoon. Maar je ziet het al, hij heeft precies hetzelfde borsteltje. Maar ja, ik ben dol op eyeliners. En vooral als ze een beetje dunne borsteltjes hebben, dan ben ik al snel omver. Dus ja, heel benieuwd naar deze twee nieuwe eyeliners ook. Dan heb ik twee nieuwe lipliners. En dit zijn de Plumping Lipliners Matte Plus Max Lip. Het is een long lasting lip liner met een maxi lip. Het is altijd een beetje jammer dat het er niet in Nederland op staat. Voor, ja, eigenlijk vol lippen. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Je kunt er dus schaduwen ook mee maken. Zo zien ze eruit. Ik zal ze zo even van wat beter dichterbij laten zien. Ik heb hier allereerst de kleur 070 Berry Bash. Dat is dus een roze kleurtje. Ik denk... Oh, hier hou ik van. Deze moet je omhoog draaien. Dus dat vind ik al top. Dus kijk, als ik hier aan draai, zie je dat hij omhoog gaat. Dit zijn wel mijn favoriete lipliners. Want ik hou ervan als ze omhoog gedraaid kunnen worden. Want dan is de, zijn ze iets smoother, zeg maar, met aanbrengen. Ik vond ze er veelbelovend uitzien.
Ik ben ook echt wel benieuwd of dat je hier echt vollere lippen van gaat krijgen. Maar ze zien er in ieder geval heel goed uit. Dus dat is een roze variant. En ik heb ook een rode variant. En dat is de 080 Press the Hot Button. En die ziet er dus zo uit. En dit is dan deze kleur. Dus mooi rood. Ja, ik ben heel benieuwd naar deze lipliners. Ik hoop echt dat ze heel fijn gaan zijn. Want ik hou hier wel heel erg van. Dus ja, zien er veelbelovend uit. Ik ben erg benieuwd. Dan heb ik mascara's. En ik heb twee mascara's. Allereerst heb ik de Lashes to Kill No Panda Eyes Smudge Proof 24 Hour Mascara. Dat is deze. En je ziet ook heel leuk dat pandaatje hier. Hoe schattig is dat? Ja, ik ben heel erg fan van de Lashes to Kill mascara's. Want ik heb er al meerdere van en die vind ik gewoon echt heel fijn. Dit is de 010 Addiction Proof Black. Even kijken hoor wat hij belooft. Een volume mascara voor normale tot very, tot voor de normale huid eigenlijk. Vind ik eigenlijk een beetje raar dat dat erop staat, want je smeert het op je wimpers. Hij is dus sweet, hij is zweetproof. Je kunt hem verwijderen met warm water of met make-up remover. Hij is getest met 30 vrouwen. En heeft een 24-hour after application. Pre-application. Dus hij moet 24 uur blijven zitten. Maar het borsteltje, dat is voor mij de vraag. Ja, ik hou van dit borsteltje. Ik zie het al gelijk. Het is een vrij harig borsteltje zoals je kan zien. Maar hij is niet van plastic. En ik hou niet van plastic borsteltjes. Dus dat vind ik echt tof. Ik vind hem echt heel erg mooi eruit zien. Ook echt wel veelbelovend als ik naar het borsteltje kijk. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat bevallen. En ik vind hem gewoon heel schattig vanwege dat pandaatje in ieder geval al. Dus dat is die. Maar ik heb ook een nieuwe Iconista mascara. En dat is de High Volume High Care mascara. En hier zit verzorgende hemp seed olie in. Ja, ik heb laatst een keer een mascara getest van Essence. En die was ook helemaal met hemp. Dat was zo'n hele hemplijn en die was echt heel fijn. Even kijken, het lezen wordt een beetje... Ik kan geen informatie vinden over... Sorry, Siri begon zich ermee te bemoeien. Het is de... Hij heet 010 Eye Care. Het vervelende is... Ik ga proberen te lezen, maar de tekst is groen. Dus groen op zilver valt niet makkelijk te lezen. Het is een volume mascara... voor hielder, voor gezonder uitziende wimpers. En heeft een speciaal Millimeister borsteltje. Ja, dat is het ook wel. Want de rest is Duits. En Duits kan ik al helemaal niet. Hij ziet er heel tof uit. Maar het borsteltje, daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Ik moet zeggen, de andere Iconista mascara's bevielen me op zich wel. Maar dit is dus een borsteltje waar ik niet van hou. Kijk, hij is van plastic. Je ziet dat hij heel rond is afgesneden. Dat is op zich wel heel fijn, want zo kun je bij de fijnste wimpertjes komen. Maar dit zijn niet mijn favoriete borsteltjes. En dat vind ik een beetje jammer. Want het borsteltje wat ik net liet zien bij die Panda mascara, die vond ik gewoon echt geweldig. En dit is gewoon niet echt... mijn ding. Maar desondanks ben ik wel heel benieuwd naar deze mascara. Ik wil trouwens nog even ruiken of hij ook anders ruikt. Nee, hij ruikt gewoon naar mascara. Hij ruikt niet anders omdat er hempolie in zit. Maar ik ben toch wel heel benieuwd naar deze mascara. Dus ja, we gaan het meemaken. Dan ben ik ook al toe... Oh nee, nog helemaal niet. Dat dacht ik. Dan heb ik ook nog een brush pen. Long lasting voor de wenkbrauwen. Ik heb hem in de kleur 020 medium brown. Het is een semi-permanente wenkbrauwpen met een ultra fijn borsteltje. Voor naturel lijkende wenkbrauwen. Je moet hem schudden voor je hem gebruikt. Oh ja, horen jullie dit? Horen jullie dit?
Heel grappig. Zo ziet hij er dus uit. Hij is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Maar we gaan eens even... Oh, wat grappig. Kijk, er zit gewoon een soort pinnetje bij. Dus ik denk inderdaad echt wel dat je hier heel precies mee kunt gaan werken. Wat leuk. Heel tof. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk ook dat de kleur perfect bij mij past. Je hebt hem dus in verschillende kleuren. Dus ja, ik denk dat er voor elke wenkbrauwkleur wel eentje bij zit. Maar dit heeft me wel verrast. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus ja, een wenkbrauwpen. Dan heb ik nog 3 oogschaduwpaletten. En dit zijn de oogschaduwpaletten waar ik heel erg fan van ben. Ik heb allereerst hier de Epic Earth Collection eyeshadow paletten. En deze is Formula Microplastic Particle Free. Deze ziet er zo uit. Hoe mooi is dit doosje? Ik heb eigenlijk alle paletten van de eyeshadow collection inmiddels getest. Op deze na dan. Ik moet zeggen dat die paletten me echt heel erg blijven verrassen. Maar ik zie nu ook dat ze een gouden detail hebben toegevoegd aan het doosje. Dat hebben de voorgangers niet. En dat vind ik wel heel tof. Deze heeft de naam 010 Inspired by Nature. Er zitten 9 kleuren in. Dus 9 oogschaduwkleurtjes. En ze zouden heel zacht zijn. En hebben een langdurige matte en metallic finish. En zouden heel intens zijn. Nou, deze paletten hebben dus ook altijd een base en highlight kleur. Maar ik zie al wel dat dit heel erg veranderd is. Ik zie wel dat ze dat al verbeterd hebben. Dit is de base kleur. Dit is de highlight kleur. Dan heb je hier dus 9 hele natuurlijke tinten. Ja, echt wel een beetje bij de natuur passend. Ik zie bijvoorbeeld dat deze is metallic. En deze is metallic. Dit zijn dan 3 matte kleuren. En deze is ook nog metallic. En deze is dan weer mat. Ja. Super leuk palet. Echt heel erg leuk om te zien. Mooi vormgegeven. Ja, de vormgeving krijgt van mij al zeker een dikke 8. Dus echt heel tof. Dan heb ik ook de Matte Cacao Collection eyeshadow paletten. En dat is deze. Deze heet de naam 010 Chocolate Lover. Zou natuurlijk ook nog super leuk zijn als hij naar chocolade ruikt. Maar dat denk ik niet. Deze heeft alleen maar matte kleuren. Ook weer 9 zachte long-lasting matte shades. Dus laten we even kijken. Ik vind die doosjes echt geweldig. Alleen het openmaken is drama. Kijk, je ziet ook weer de base en highlight kleur. Je ziet inderdaad dat het matte kleuren zijn. Nou, het ruikt zeker niet naar chocola. Het ruikt ook niet lekker. Ja, cacao. Ik verwacht dan niet echt de roze kleuren. Ik verwacht meer bruin kleuren. Maar ik vind het op zich niet verkeerd. Ik vind het wel heel leuk. Ik snap dan alleen niet helemaal de naam cacao. Omdat ik de roze kleuren er dan niet bij zou hebben gedaan. Maar dat geeft niet. Ik vind het er evengoed wel heel tof uitzien. Dat is deze. De laatste die ik heb, dat is de Coral Nude Collection eyeshadow paletten. En deze heeft een oranje binnenkant. Hoe tof. Dit is de 010 Peach Passion. Hey, matcht wel lekker bij mijn nagels. Zie je dat? Nou, ook super leuk. Misschien leidt het een beetje af, dat oranje. Heel mooi. Deze heeft weer matte en metallic kleurtjes. Deze is mat, die oranje. Deze is metallic. Deze is metallic en de eerste is metallic en de rest is mat. Dus je hebt eigenlijk 3 metallic kleuren en de rest is mat. Die highlight is trouwens ook wel metallic. Maar ja, super leuk. Echt super leuk. Nude is wel een beetje uit. Ik had misschien het nog leuker gevonden als ze nog wat meer oranje tinten erin hadden gedaan. Maar dat past natuurlijk weer niet bij nude. Maar ik vind het wel super tof eruit zien hoor. Ja, ik word hier wel heel erg blij van. Dus... ja, ook weer echt super leuke paletten. Ja, dan waren dit de producten die ik je kon laten zien van de nieuwe collectie. Ik ben super enthousiast als ik deze producten zo zie. Ik heb ook heel veel zin om ze te gaan proberen.
Wat ik wel heel erg miste waren lipproducten. Die lagen dus niet in het kleine schap. Misschien dat die in de uitgebreide versie of uitgebreide schappen wel liggen. Maar ja, ik hou er ook altijd wel van een mooie lipstick of een mooie lipgloss. Die heb ik dus niet gevonden. Maar desondanks vind ik de producten die ik gevonden heb wel super tof. En zien ze er super leuk uit en super mooi. Catrice heeft weer heel erg zijn best gedaan voor deze collectie. Dat merk ik al wel. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al producten hebt gescoord uit de nieuwe lijn van Catrice. Of dat je dat misschien nog van plan bent. En welk product vind jij nou het interessantste wat ik je heb laten zien? Of zeg je van, er zit helemaal niks bij waar ik warm voor loop. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jou ook heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Je kan erop het rondje met mijn gezicht drukken. Of op mijn kanaal zelf, dan kun je even op die rode button drukken. En daarnaast staat ook een belletje. Als je daarop klikt, krijg je een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. En zo blijf je eigenlijk altijd op de hoogte wanneer ik een video heb geüpload. Nogmaals bedankt voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!